Goed. Eenmaal in Nederland aangekomen, ging ik dus werken in een snackbar. Daar ging ik werken. Friethal Schrokkenbrok in Ruurlo, misschien ken je het wel. Een klein chalet van houtskeletbouw, midden op het trapveldje van de Ruurloze jeugd. De hele dag bonkte de bal tegen de wanden van mijn frietzaak. Het was een kleine pijpelaar met een mooie klandizie en een goede naam. Goed. Een paar dingen vielen me op in Nederland. Nog steeds vallen me altijd dingen op in Nederland. Misschien herken je ze wel, misschien niet. Laatst zag ik iets wat je dus nooit in China zou meemaken, hè? Viel me op. Er was een vrouw. Ik ga het gewoon nadoen. Ja, ik ga het gewoon even imiteren, zeg maar. Mensen vragen me altijd, Henry, hoe doe je dat? Imitaties en zo, en stemmetjes en hoe doe je dat? Ik weet het nooit. Ik weet niet hoe ik dat doe. Ik kan niet zeggen. Ik snap je, er is geen techniek. Ik bedoel, dan vragen mensen, hoe doe je accentjes? En ik kan alleen maar zeggen, ik kan bijvoorbeeld een Limburgs accent, terwijl ik kom zelf uit Brabant, maar ik kan een Limburgs accent. Hoe ik dat doe, weet ik niet. Wat ik kan doen, voor jullie, hier speciaal vanavond, is gewoon je door mijn hoofd heen spreken en dan vertellen wat ik doe als ik een Limburgs accent doe. Dan, misschien heb je daar iets aan, ik weet niet. Wat ik doe, als ik weet, oké, ik moet een Limburgs accent doen, wat ik dan doe, dan denk ik gewoon dat ik een Mongool ben en dan gaat het vanzelf. Net iets te laat om te vragen of er Limburgers in de zaal zijn. Boeien. Ik zag een vrouw. Een vrouw die was een soort toneelstuk aan het doen voor de rest van de mensen in de supermarkt met haar kind. En dat, nou ja, goed, je herkent het wel. Zij deed dit. Kom maar, Jonathan, kom maar aan. Dan gaan we even lekker wat eten halen. Dat vind je lekker, hè? Lekker eten. Pak maar eens broccoli, want dat lust je ook, hè? Hoi. Ja, pak die zelf. Doe maar, pak maar broccoli. Ja, dat eet je ook altijd op, hè? Goed zo, doe maar in je mandje. Hoi. Ja, nee, Jonathan, nee, dat is bloemkool, hè? Bloemkool is wit. Wat is broccoli? Goor, groen. Ja, precies. Broccoli is groen. Doe maar in je mandje. Goed zo. Grote jongen, hoi. Ja, jij eet het altijd op, hè? Jij lust altijd broccoli, dat eet je altijd. Dan word je heel oud en gezond. Wie eet er altijd broccoli? Homo's. Oma's, ja. Klopt. Oma's en opa's, die lusten broccoli, daarom zijn ze zo oud, hè? Jonathan, ik heb een goed idee. Zullen wij iets lekkers halen voor papa? Gewoon omdat ze een leuke vent is. Ja, pa. Hè? Gewoon omdat ze een goede man is. Wat vindt papa lekker, weet jij? Lekker met de buurvrouw. Hè? Paprika chips. Ja, kom maar. Paprika chips. Ja. Dat zag ik. Gewoon even wat schetjes, hè? Met de wereld als mijn canvas. Nog iets. Ik zag... Oh, misschien is dit jullie opgevallen. Misschien niet. Mensen die met een rokje op de fiets zitten. Vaak vrouwen. Die, kijk, vroeger hadden die hier zo'n hand, hier op het rokje, weet je wel. Dat het rokje niet omhoog waarde en dat je niks zag. Maar die hand is weg. Is dat iemand al opgevallen? Echt waar. Ik vind geen verkeerde ontwikkeling, begrijp me niet verkeerd. Het mag, prima. Maar je ziet af en toe wel de hele reutemeteut, zal ik maar zeggen. Dat is niet erg. Nou, gewoon twee handen aan het zuur. Hop, is het rokje omhoog. Viel mij op. Nou, het is niet helemaal waar. Het zijn vaak mensen op elektrische fietsen, zit ik te denken. Dus dan snap ik het wel. Dan snap ik dat je twee handen aan het stuur moet houden, want ja, die dingen gaan kankerhard. En het gaat veel te snel, dus daar kan je maar niks mee. Dan komt er eentje aan en ik denk, oh, daar heb je ook. Oh, sorry. Ja. Slecht voorbeeld. Vergeet maar snel.